Nou, Visser, 2 weken geleden zitten we hier in Grauw. Toen zei je van, we moeten nog maar eens even zien hoe 2 weken. Maar dat was een beetje afwachtend, vond ik. Hier dat de mooie mooi naaizaal, naaivak, verlenging. Hoe rent alles? Tuurlijk, ja. Het is nogal een seizoen geweest, zeg maar. Maar de opbouw, verbouw en alles erbij, natuur, krijg leer. Nou, er was in ter Henne bij de proloog geweest. Ja. Nou ja, dat hebben we zien hoe dat daar rond weer. Dat we 3 weken voor het zien. Dus dan zei toen al, we hebben wel een klusje. Dan kan je net op Grauw zeggen van, we zijn al helemaal klaar. En dat weer een week nog net, maar ja, het weer goed genoeg. Nou, jou dat zag van vertrouwen dat je hem die eerste wedstrijd hier op Grauw winnen. Wat voor gevoel jou dat in het team? Ja, dat is prachtig natuurlijk. En ik vind op de manier waarop we waren, wist wel. Want toen we hier die laatste weken, dat doen we altijd de laatste weken, dat ben we hier, dat zien we elke jong, dat zien we een heel soort. En toen had ik al een beter gevoel dan dat ik hoorde hier. Ik ja, voor wat het werk is, maar toen hier ik wel heel erg zaak bij de achterhalf van, nou, we zijn echt goed op onderwijs. Maar kampioen worden, bliksem, dat is nog wel een klusje. Want je hebt jongen, hoe heet dat Akkerman, ja. Hoe heet dat Heerenveen aan en hoe verrassend. Snits heeft toch ik traaien hele mooie eerste plakjes veen. Ja, dat is je concurrentie eigenlijk wat. En Lemmer het goede wedstrijd vindt. En Jenne Woord dan werd krek even net, maar die hier kan ik bijzetten. Ja, het zijn net de mensen die het zien komen, dus dan moet je echt wel constant goed wezen. Zijn eerste weken pak je hem een paar wedstrijden, dat je hem van achtervloot naar voren scoren. Wat van gevoel jou dat? Dat denk van, het zit er wel in dat je zegt, hey, we gaan ervoor. En dan wil je hem op stavoren ik nog de dag winst. Ja, dat is hartstikke mooi dat je staat naar voren ziel. Alleen dat je met daar eigenlijk net achter beginnen. Hè? Maar dat het dan wel lukt, toch. Ja, ik denk goed ziel en het skip erom. Goed. Ja. Ron goed. Ja, dat houdt je wel weer gigantisch vol. De wedstrijd werd er wel volle interessante, toch? Maar ik was vier, hè? Want je kan geen foutjes maken. Nee. Dan eerst een 2e week in. Wat wie een streetplan? Maar gewoon goed starten en nou, we zaten het op staven die. Dan is het makkelijk. Ja. Maar dat is niet lukt de 2e week. Eigenlijk net een enkele keer. Dus het weer werd een inhaalrace, zeg maar. Behalve de laatste staat die weer knap. En toen hoefde ik net te winnen natuurlijk, maar voor de rest we het zelf net makkelijk maken. Nee. Komt het ook dat de concurrentie zat dicht bij elkaar ooit? Ja, zeker. En ze staat dadelijk ook goed natuurlijk. Dus. En dat je dan toch wat voor omstandigheden even krijgt net zitten waar je zitten wil, dan ben je de lul. Ja. Nou, kist het tijdens de wedstrijd toch nog wel vrij vaak herstellen. Dat wie je kracht van het hier. Ja. Ja. Mij de nodige glokjes erbij, maar ik zeg ze altijd wel. Als de skip goed rent, dan heb je de glokjes. Ik mooi. Had je om het eind van de 14 dagen zeggen, we heb ik nooit gelok gehad, dan ren je ik net. Zijn laatste wedstrijd op Snits. Ik zie dat je als tariering echt op een vol skip goed zien hoe je die wien. De wien weer stevig, lieken dat er meer kwam, er kwam wetter lieken erop. Bist er echt mee bezig? Ja, daar ben je helemaal mee bezig. Nou, dat is van wezenlijk belang. Want Piet hier toen een fjouwer, misschien een 5 en ik de windfinder en al dat soort dingen. Fjouwer, maximaal 5. Nou ja, dan zit je dan een game vol fut. Maar ja, toen op een gegeven moment was het toch fut. En toen zien we iedereen al de zaaltjes deelt van en dan kwamen we hier en daar een reefje in. Nou, we zijn dat we proberen het eerst maar eens even vol. Maar wij hier niet meer dan genoeg, maar wat ik altijd zeg, wij hebben superploeg. Dus die jongens die hebben juist er helemaal deerwerken, los on. En dan is het zo, de gemiddelde win is 4-5. Dat heb ik nooit gezien. En dat kerst wel hebben, dus daar vaast mooi terug. Maar als dan die uitzitters naar size is, ja, dan is het echt te volle. Dus dan met alles los en heel overleven en dat even eraf varen. En dan ze gaan wat het weekend weer vol gas verder. Dan de wedstrijd. Wat een spanning. Ja, of tenminste wat een spanning. Het weer in principe voor u qua puntentelling ziet het direct al goed. Maar ja, Heerenveen die kwam wel weer heel hut opzetten. Maar ja, goed, dat is ik wel leuk, want als ze vier bij die fut binnen, dan kerst er niks van. Maar toen ze bij ons in de buurt kwamen, toen hebben ze net een meter van ons gekregen.
Dus ben ik zelfs nog weer achteruit vind en we hebben goed op hem passen. Wat zo mooi weer. Heerenveen hier een eigen koers, hè? Wat zei dat? Een eigen koers. Ze gingen soms een hele oude hoek uit. Nou, die ene keer, dat hij ze één keer dient. Ja. En dat weer een noodsprong, want ze konden net een kant meer uit eigenlijk. En toen hebben ze gewoon dient van, we gaan helemaal naar de andere kant van de maat. Ja. En dat zagen wij gebeuren. En toen hebben wij hem ik vrij gauw daar ik heen en toen hebben we hem gewoon boven hem gegooid. Dus toen hingen we ze weer in de skeren. Maar dat weer even dat weer een alles of niets slag. En die pakte zo hard goed voor hun uitpakken, maar we weer een krek op die er weer voor. Ja. Dan een overwinning. Na de finish, wat gaat er dan door die heen? We zien die situatie met de Zuidwesthoek natuurlijk. We hadden ook nou inderdaad, ik zei dat het miscommunicatie weer tussen het voordek en het achterdek. Want het voordek zei je hem kennen wel verlangs, kom maar. En we wierden er nog net verlangs en ze hingen het rode vlagje erin. Dus ik weer des duivels. Maar ja, protestmatig gezien, wij hadden bewijslast. Dus dan, dat is een hele lastige hier. En wij wisten net dat ze omgeend weer zonder protestvlagje. Dus ja, ik heb een rot met je hand in die zin. Ik heb net lekker vingen. Ik heb er net een moment van genieten kennen, want ik denk, nou, wat zal die lui? Want het zijn protestmansjes natuurlijk. Ja. Toen we krijgen hoe de finish winnen, toen wist ik het pas. Dus toen ik hoe de finish ging, of wij, we juichen wel, maar ja, voor wat het waardig is natuurlijk, want dan wist je net hoe het komt. Dan krijg je die dat het goed is, dat hij kampioen worden. Ja, wat een onlading bij dat hele team. Ja, natuurlijk, maar goed, dat hier Lauwer in een naar de finish staat dat gevoel hand, dan dat je eigenlijk nog een beetje beroerd zit te wijzen naar de finish staat. Maar goed, dat nummer 40, alles is ik geweest en netjes oplost. En ik vind het netjes dat Auke dit extra signed had in de kranten. Dus ik wou dat ik wel wat raar voor hun signed had, dus dan moet dat ik eigenlijk even ietsje minder. Maar ik voelde me genaaid. Het zilveren scootje heeft in de hand dan, bij de huldering. Ja, prachtig nou, prachtig. Daar doe je het voor in de zin van. Dat weer het doel, dit hier, maar alles erop en eraan. En dat hebben we maar de hele ploeg. Hebben we hier maar eens kennis, kinderen. 2004 is begonnen, vier keer kampioen. Ja, dat maakt dan een heerlijk gevoel, ja. Jouw voldoende, ja. En deze qua voorbereiding erin, wat we allemaal mooi maken hebben. En hoeveel tijd hadden we erin stutsen, hè. Want bijvoorbeeld 2004, dat weer een complete verrassing. Want wij hier een skip verkocht, ik zie het, weet ik veel, hoe 44 voorbereiding weer helemaal zwaar. Kloten om het samen eens even te zeggen. En die kwam samen. En dit wie een. Hier is het verwerken door de hele ploeg. Ja, en dan heel wat hoorn, verlenging. Naar Grutzaal, nooit vak. Alles in hier en hier. En dan ben je kampioen. En mest verlengd. Ja. Zwudden hebben we Hestel 6 station, want we hebben alle Zwudden er aan hand strikken laten verhoren. Ja, maar ja, goed, dat is het speeltje, hè? Daar doe je het voor. En hoe in de rust? Nee. Nee, wat mijn vrouw al zei, tongetje, er komt NK 16 kwadraat. Nee. En dan maak ik zin, al die vervelende jongens die nou adviseur, wie een Thijs, de hele goede zieler, Bijnt, Jan Andringa, Zeven Sjen, Albert, mijn zoon, maak ik zijn zielen, Jens van Heerenveen. Die komen nou horen wie ik al het zin in het kwadraatje, dus dan doet het eigenlijk nog weer een keer zoer. Ja, en dat is ontspanning en dan wel weer voel erop. Ja, dat is hartstikke leuk. En maar bij de zoon is nou ook helemaal wild van ziel. Want we hek ik wel een heel soort zin aan. En dan geven we de naai, geven we de rust in. En dat gaat heel vreemd oerkom. Want wij binnen eigenlijk in januari met het scootje begonnen. En als dan heel eerlijk bent, dan is het scootje net een tellet in gedachten. Best mijn oer al met de verlenging, met de plamuren en met alles. En elk weekend hebben we ziel. En trouw de week haast nog een keer. En nou. Mission accomplished, dus rustig, ja, maar ik zal het wel missen, Plex. Maar wees wel kampioen. Een jaar lang. Gefeliciteerd, joh. Dank u wel. Dank je wel, volgers, dank je in Tascaus, dank iedereen die de belangrijkheid om weer een fantastisch kampioenschap van te maken. Ik, we doen het zwaar en draaien voor het opwezen van de wees, maar graag een grote applaus. Yeah. Rutte, Hesnitz, we doen het zwaar en doen het draaien. En inderdaad, groot respect voor de grote kampioen. Die straks het zilveren scootje in handen van Red Bullman, directievoorzitter van de Friese Rabobanken, onder handen geschoven. Wij zeggen ontzettend veel dank en dank.
enorm mogen wensen voor deze prachtige woorden. Gefeliciteerd. Ik heb ook graag gehoord om met een man trekkelijker te onderkondigen. Alsjeblieft. Ja, Douwe en de bemanning van het grote scootje, dat hebben jullie ons 2 weken geweldige scootjes hier laten zien. En tot op de laatste dag, spannend, hè? Tot op de meest spannend van wat zou er nou gebeuren. Ik merkte dat jullie nog even ingetogen juichten op de finish, maar toen je echt wist dat jullie kampioen waren, was het ook echt aan jullie toebedeeld. Geweldige scootjes hier en wij hopen namens de Friese Rabobank dat we lang nog hiervan mogen getuigen zijn. Dank jullie wel en Douwe. Van harte gefeliciteerd!